Hey. Kom, kom, op de zolder. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Jullie zien het, ik heb deze muts aan. Dat wil zeggen dat ik deze morgen al heb gewerkt. Het was zalig, jullie zien het ook. Het zonnetje is aan het branden en het is wel redelijk koud. Maar ik had superveel kleren aan en ik heb de hele ochtend gefietst in het zonnetje. Ik heb moeten werken van 11 tot 2:30 uur. Dus dat was echt wel een chille shift. En ik ga gewoon zo rap mogelijk op pad, want ik wil geen seconde van dit fantastisch winterweer missen. Ik heb al gegeten, ik heb een broodje gekocht tijdens dat ik aan het werken was. Ik heb heel veel periodes gehad dat ik niks te doen had, want in de middag bestellen ze niet altijd zoveel. Dus bij deze mensen, let's fucking go. Joe! Ik zie ook net dat deze vuilzak hier nog staat, dus deze gaan we meenemen. Hoppa! In de winter is het niet altijd even makkelijk om veel zonlicht te krijgen. Maar als de zon uit is, dan moet je er echt gewoon voor gaan. Je moet al het zonlicht nemen dat je kan nemen. Veel mensen zitten nu op de computer te chillen of gelijk wat, omdat het koud is. Maar als je nu in het zonnetje loopt, je doet je ogen toe, dan is het net als zomer. Dus dat is echt wel heerlijk. Ik zou zeggen, probeer het als je dat nog niet hebt gedaan. Vitamine D is zo belangrijk. De helft van België neemt antidepressiva. En dat is puur omdat ze niet genoeg naar buiten gaan. Ik heb geen zin om richting het centrum te gaan. Ik heb er al de hele ochtend gezeten. Dus we gaan buiten het centrum gaan cruisen. Ik ga sowieso richting Westveld Skatepark. Ik ben er al niet meer sinds de zomer geweest. Dus daar heb ik zin in. En we gaan vandaag gewoon genieten. Vandaag alleen maar positiviteit. Joe! Hey. Hey, Labba. Hey. Kijk eens wie ik hier tegen ben gekomen, mensen. Een katje en ze heeft haar eigen huisje. Hoe vet is dit niet? Ik vraag me dat dan ook af. Is dat een straatkat of een gewone kat? Volgens mij is het een straatkat die gevoed wordt door mensen en er uiteindelijk uitziet als een gewone kat. Want een straatkat die kan je normaal herkennen aan zijn dun achterlichaam. Hey, Labba. Als ik straks nog naar de supermarkt of zo ga, ga ik waarschijnlijk met snoepjes komen voor deze kat. Want ja, die is wel echt wel een beetje zielig. Ze heeft wel korrels, maar ja, een mens kan ook niet elke dag droge boterhammen eten. Dus droge korrels is niet genoeg voor een katje. Ik ga kijken om terug te komen met iets lekkers, sowieso. Maar dit katje is echt wel heel lief. Oké, ik ga verder op pad. Ik ben hier trouwens aan de Blaarmeersen 2.0. Nu dat de zon zo schijnt, al die herinneringen van de zomer komen naar boven. Holy moly, mensen. Vorige zomer was sowieso een van de beste zomers ooit. Yay, de poort staat open. Hoppa, we kunnen naar binnen. Ik moet hier gewoon nog een keer chillen. Dit moet, mensen. Joe! Soms langs de baan zie je zo van die fietsen staan en die zijn helemaal vol met slijk en verroest. En dat zijn deze fietsen. Deze fietsen zijn sowieso uit het water gevest en je mag die eigenlijk gewoon meenemen. Maar check hoe sketchy dat eruit ziet, mensen.
Check dit. What the fuck. Holy crap. En een of andere dude die heeft dat gewoon in het water gegooid. Per jaar worden er superveel fietsen uit het water gevist in Gent. En dat is er eentje van. En soms ben ik aan het fietsen aan de Coupure en zie ik zo 6 fietsen. En er is zo een dienst, een opkuisdienst. Ik denk zelf dat ik die mensen daar ergens heb gezien. Die gaan altijd alles opkuisen. Dus mensen, nu hebben jullie dat ook een keer gezien. Ik wou dat al altijd een keer tonen. Maar ik was altijd te laat, want als je terugkomt, meestal zijn die fietsen al genomen door iemand dat waarschijnlijk gaat renoveren en gaat verkopen. Woehoe! Ik vraag me dan ook af, zouden we deze fiets rijden? We gaan dat een keer testen. Hey, hij werkt! Oh shit! De aarde spat uit mijn ketting. Geef mij maar mijn BMX. Joe! Dit is de spot waar dat deze zomer alles is gebeurd. Hier hebben we zoveel salto's gedaan. Met van alle voertuigen, BMX'en, steppen, noem maar op. We zijn er allemaal mee afgesprongen. Ik hoop dat ze dat niet gaan weghalen. Dat hoop ik echt wel. Dat dat gewoon blijft. Ik denk van wel. Want hier zijn ze ook al allemaal bomen aan het kappen. Dit wordt een pad met allemaal groen. Het wordt wel super vet. Maar aan de ene kant, misschien wordt het niet meer zo vet dan hoe het was voordien. Want nu gaan ze er zo een typisch trendy park van maken. En de charme van de Blaarmeersen 2.0 gaan misschien weggaan. Maar in ieder geval, het wordt hier mooi. Het is sowieso beter dan gewoon aarde. Wel jammer dat ze deze bomen moeten kappen. Misschien gaan ze nieuwe bomen erbij zetten. Dat zou heel nice zijn. Maar deze plek, mensen. Deze plek zit echt wel in mijn hart. Joe! Oké, ik wou weer een shot nemen van die ganzen, maar die vinden dat blijkbaar niet zo leuk. In ieder geval, check dit mensen, al deze zooi. Holy crap. Echt wel een dikke middelvinger naar de mensen en dat hier zomaar komen strooien. Dat is effectief schandalig. Als je ooit één blikje of weet ik veel wat in de natuur achterlaat, dan doe je eigenlijk mee aan dit. Want dit zijn misschien 1000 mensen die ooit één keer iets hebben weggesmeten. Dus dat is 100% fucked up als je daaraan meedoet. Ik deed het vroeger ook, maar dat is geen reden om jullie nu niet te inspireren en te zeggen doe dit niet, want ik heb uit mijn fouten geleerd. Oké, we gaan richting Westveld. Ik heb er fucked up veel zin in. Joe! Holy shit mensen, er hangen hier opeens super grote wolken. Ze zien er bijna zwart uit, het gaat waarschijnlijk straks stormen. Maar ik ga nog niet naar huis, want ik wil tot de laatste minuut van mijn dag genieten. Ik heb geen zin om nu naar huis te gaan, nog een uur te wachten. En wie weet gaan die wolken zelf de andere kant uit, je weet het gewoon nooit. Dus ik ga nu gewoon richting Westveld. Als ik nat word, het kan me allemaal niet schelen. Ik heb mijn rugzak mee, ik kan mijn camera daar altijd insteken. Dus we gaan er gewoon voor. Ischkera! En we zijn trouwens nu Gent aan het uitrijden. Check dit. Hey! Hey! En we zijn terug in Gent. Ik heb daarnet blijkbaar een bocht genomen. En die bocht was niet meer in Gent. Maar het weer begint echt wel om te slaan. In ieder geval niets aan te doen. Ik ben al blij dat ik al die uren in de zon heb kunnen genieten vandaag. Dus ik ga zeker niet klagen. Maar hopelijk regent het nog niet te snel. Hopelijk regent het pas wanneer het donker is ofzo. Joe! Ik ben hier op een plaats waar ik nog nooit ben geweest. En daar hou ik echt van. Op plaatsen komen waar je nog nooit bent geweest. Want dan kan je altijd nieuwe BMX spots vinden. En ik heb hier eentje gevonden. Hoppa, jullie zien het. Een rijl. Geen idee wat we hiermee kunnen doen. Het is natuurlijk wel aan iemand zijn huis. Dus dit is misschien geen spot. Dit is echt wel een no-go. Dat kunnen we niet maken. Dat is heel onbeleefd. Moesten we dit doen. Maar dit is sowieso haalbaar. Check dit. Hoppa. Ik zou hier een icepack naar beneden willen doen. Ik ga vragen aan de homie Kenzo om dat te komen filmen. En misschien zelf ook switch ice. Dus dat ziet er wel heel nice uit. Zeker omdat het zo dicht is tegen die muur. En je kan perfect deze trick doen. Ik ga hier kijken in deze omgeving. Misschien hebben we nog een paar spots. Maar ik ben zeker dat de homies die spot nog nooit hebben gezien. Joe!
Oké, super vet. We zijn hier op Westveld Skatepark. Hoppa, jullie horen het, de sfeer is hier sowieso knijters. En deze guys zijn de locals, dat zijn de young guns. Daar zitten de oude strijders. Hoppa, jullie zien het. En deze guys wel een shout-out geven. Shout-out naar mijn moeder. Boom. Shout-out naar Bunny Vlogs en shout-out naar mijn moeder. Boom. Shout-out naar mijn moeder en mijn vader en Bunny Vlogs. Shout-out naar mijn familie en Bunny Vlogs. Yes. Eskera. Mijn band heeft gesleept. Oké, super vet. Deze guy, een local van Westveld, heeft me uitgedaagd om heelflip te doen. En ik ga nu met dit skateboard een heelflip proberen. Hoeveel kansen krijg ik? Ik krijg 5 kansen. 5 kansen? Ja. Holy shit. En zoals jullie zien, de homies zijn allemaal super stoked. Laat jullie horen. Hey. Oké. Eén. Fuck, dat skateboard is niet meer zo. Is er daar iets mis in met dat skateboard? Nee. Dat popt gelijk niet. Is dat al oud? Nee, ja, pak COVID zijn. Ah, bijna. Deze is fresh. Ja, maar die ben ik nu gewoon. Ja, doe maar. Geef maar. Deze? Ja. Hij is veel beter. Oké, we veranderen van skateboard, want dit skateboard is blijkbaar van de Bart Smit. Dus daar kan ik niet mee skaten. Shake, junt. Oké. Okay. Voorkant, achterkant. Hey! Nice! First try. Ik ben stoked. Eskera. Nice. Oké, ik ben uitgedaagd door deze stepper. Ik moet een stijler doen. Hoeveel kansen krijg ik? 5. Hoi, yo. Amai. Oké. Okay. Oef. Oké, okay, nu moet ik iets tussenin ben. Niet te hard, niet te zacht. Ah, lekker. Hey. Dank u. Yes. Nu met die step? Ja. Oké, step nummer 2. Oké, dan gaan we first rijden. Oké. Ik heb dat gehoord. Die zit er anders. Nee! Ja, tien jaar. Ik ga dat eruit voor me. Hey! Skedda. Hey, buddy. Hey, is dat een jungle? Nee. Nee? Weet je nog, de heel flip, de heb land voor een juice. Ja. Yeah. Dat was ik, hè. Dat was ik, hè. Ik moet een heel flip doen met dit skateboard. En dan gaat hij mij trakteren op iets uit de DNS. Hoppakee, we gaan ervoor. Let's go. Hoeveel kansen krijg ik? Laatst uit. 2. 2? Ja, man. En 3. That's it? Ja, man.
Oké, super vet. De BMX-sessie was super chill. We zijn hier nu met de homies van Westveld. Ja, man. Als jullie weten waar dat Westveld ligt, laat het weten in de comments, want de locals weten het zelf niet. Het is oftewel Oostakker, oftewel Sint-Amandsberg. Ik hoop persoonlijk Oostakker. We staan hier opeens aan een verlaten huis. Hoppa, ja. En we gaan hier naar binnen. Zoals jullie zien, de deur is open. Joe! Zo denk ik makkelijk. Is dat heeft een keer een rondleiding hier. Oké, jij hebt MVP Crips. Hier is slaapkamer van Kopen. Snap je? Ja, inderdaad. Dan hier, de Wall of Fame. De Wall of Fame. Dan hier. Hier is mijn kamer. Dit hier, mooi ruit. Het is goed en geïsoleerd zoals je kunt zien. Lekker warm in de kamers. We hebben hier ook zwarte verf, zodat het warm blijft hier in deze kamer. De ramen kunnen altijd open. De help is voor mensen weg te jagen. Dus eigenlijk, het is hier perfect om te leven. Hier hebben we een trap naar beneden. We hebben hier die dingen hier uithaald voor als er iemand komt, kunnen we gewoon springen. Nou ja, we zijn hoortjes, hè. Kijk. Wow, fuck. Wat moet ik hier demonstreren? Nice. We zaten dus op de zolder, op de derde. Wat? Is er iemand? Waar? Daar van skateboard kijken. No way. Kom zeven. Oké, er heeft ons iemand gezien, maar dat is waarschijnlijk allemaal een jaar. Want het is toch een verlaten gebouw. Ik heb ook daarnet even inkopen gedaan. Ik heb hier mijn taart gelegd. Hier, zoals jullie zien. Lekkere appelflaptaart voor nieuwjaar. Dus de vogeltjes zijn altijd welkom. We hebben hier nog een prachtige tuin. Hier met een huge kerstboom. Dus dat is perfect. Hè? Dat is het huis van mijn broer. En dat is het huis van mijn tuinkabouter. Ja, ja. Dus hier composthoop. Kijk, ook verse aardappelen. Kijk, kijk. En eieren. Mooi, hier zelf nog een krant van mij. De oude krant. Oké, okay, let's go. Eerst en vooral een dikke vette shout-out naar alle homies van het Westveld Skatepark. Want op het Westveld Skatepark is er alleen maar liefde. Jullie zijn super chill. Oké, ik heb hier van alles gekocht in de supermarkt. Hoppa. Yes, ik ben altijd bang als er glas in zit dat er iets gaat breken. Ik heb deze cola gekocht, dat is echt aan mijn lievelingscola. Ik heb deze zakjes gekocht, dat is super handig. Je steekt dat in de microgolf en je hebt eten. Hoppa. Ik heb puree gekocht, wortelpuree, a.k.a. stoemp. Hoppa. Alpro, mijn lievelingsjoghurtjes. Dit is gewoon super handig om s'avonds te snacken en ik had daar nog een keer zin in. Nice, chocomelk sowieso. Deze schnitzels mensen, deze schnitzels zijn zo lekker. Dat zijn kippenschnitzel met ham en kaas. En dat was 1 plus 1 gratis, dus dit was een dikke deal. En ik heb ook nog deze zakjes. Dat is zo'n beetje de gezondere versie van deze Uncle Ben's. Deze is met kokosnoot, chili en lemongrass. Gestoomde rijst. Dus dit is een zakje met rijst. En dit is zoete aardappel, chili en kokosnoot. Quinoa en blauwe rijst. Bruine rijst. Blauwe rijst zou eigenlijk ook wel super vet zijn. Misschien moeten we dat een keer maken, want ik heb hier blauw pigment liggen. We gaan dat binnenkort een keer maken. Blauwe rijst. Dat wordt knijters. En ik heb ook mango. Dit is mijn nieuwe snoep geworden. Ik gebruik ingevroren fruit. Ik doe dat in een kommetje. Ik wacht 35 minuten en dan is dat perfect om te snacken. Dus dit is echt wel een dikke aanrader als je wil stoppen met snoepen.
Want ik ben op die manier gestopt met snoepen. Oké, ik ga nu lekker eten maken, want ik knal van de honger. Let's fucking go. We gaan de lekkerste maaltijd ooit maken. Joe! Nice! Super vette muziek, Bo! De homie Jelle is hier een soort van lounge muziek aan het opleggen en je kan het door het hele huis horen, maar ik vind het niet erg, want het is echt super chill. Ik heb hier een ongelooflijk fantastisch bordje gemaakt, jullie zien het. Dit is een van die zakjes, het zakje met de zoete aardappel, ook het gezondste zakje. Het ziet er zo nice uit. Ik ben heel blij dat ik deze zakjes heb ontdekt, want nu kan ik dat allemaal eten zonder 3 uur in de keuken te staan. Schnitzel erbij, stoemp erbij. Ik ga nu echt smullen, want ik knal van de honger. Eet smakelijk als je ook iets aan het eten bent. Joe! Holy moly, mensen. Oh, ik ben super moe. En ik denk dat het ook te maken heeft met dat eten, want mijn maag zit vol. Ik heb net een beetje geëdit op mijn computer en ik sluit hier de vlog af. Bedankt voor het kijken, like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out, ciao, yo.